Op een camping in Winterswijk is een ernstig verwaarloosd jongetje gevonden. Dat 's nachts zwaar vermagerd de koelkast van de buren aan het leeg eten was. Goedenavond en verder. Ja, wat heet smeerkezen. Ik vind het ook een beetje bij dit feestje horen. De Nijmeegse Vierdaagse zit erop en dus begint de grote schoonmaak. En het staat bol van talent, maar misschien moet de Windmill Cup in Velp wel stoppen, tot grote teleurstelling. Ik vind het heel erg jammer, want het is een fantastisch toernooi. Op een camping in Winterswijk is een ernstig verwaarloosd jongetje gevonden. Een gezin trof het jongetje afgelopen nacht in hun voortent aan, waar hij de koelkast leeg at. Het gezin kreeg geen contact met de jongen en trok aan de bel. Volgens de camping-eigenaar was het zijn Nederlandse gasten vrij snel duidelijk dat het jongetje niet zomaar verdwaald was en wat uit de koelkast in hun tent pikte. De jongen maakte inderdaad de indruk dat hij honger had en dorst. En was heel blij met het eten wat hij daar kreeg. Omdat de jongen erg mager was, werd de politie gebeld. Agenten kregen het Duitse jongetje aan het praten en hij wees de buurkerven aan als zijn thuis. Agenten probeerden daar contact te maken met vader en moeder. Toen is er een raam opengegaan van de toercaravan en moeder die dacht via een zijkant weg te gaan, wat de situatie nog vreemder maakt natuurlijk. En die zette het op een lopen. Die werd ingehaald door mijn collega en politieagent. In de caravan zaten nog twee jonge meisjes en twee honden. De ouders zijn aangehouden, voor de kinderen is opvang geregeld, de honden zijn naar het asiel. Het gezin stond al sinds juni op de camping, maar niet eerder kwam er een signaal van verwaarlozing. Nu was de situatie erna midden in de nacht en dat maakt het extra vreemd. Overdag zie je ook wel eens magere kinderen lopen waar natuurlijk niks meer aan de hand is. Dus je denkt ook niet meteen aan dit soort zaken. Het gezin dat het jongetje vond is zo aangeslagen dat het naar huis is gegaan. Ook bij het campingpersoneel heeft het erin gehakt. Het is onwerkelijk om dit mee te maken en je snapt werkelijk niet dat zoiets kan ontstaan. En zeker niet op een park als dit. De burgemeester heeft meteen zijn ondersteuning aangeboden. Dit zijn verhalen die je het liefst niet wil horen. Maar gelukkig hebben ook de mensen hier op de camping doortastend gehandeld. En hebben we nu in ieder geval kunnen zorgen dat deze situatie onderbroken wordt. De politie heeft afgelopen nacht na een korte achtervolging een waarschuwingsschot gelost in Vaassen, waar feestgangers met elkaar op de vuist gingen. De nacht ervoor was er ook al een grote vechtpartij in het dorp. De vechtpartij brak uit rond middernacht na een feest in een zaal aan de Woestijnweg. Omdat iemand een wapen zou hebben, gingen agenten er in kogelwerende vesten op af. Toen de man, die gewapend zou zijn, het op een lopen zette, vuurde de politie een waarschuwingsschot. Een buurman zag het gebeuren. Een hoop geschreeuw buiten en ik denk dat ze ruzie hadden of zo op de een of andere manier. Een paar tellen later, daar kwam dus een hele meute politie aan. Met politiehonden en ik heb het schot gehoord. De man kon worden aangehouden, maar bleek ongewapend. Donderdagavond was het ook al onrustig in Vaassen. Toen ontstond bij een horecazaak net buiten het centrum een vechtpartij. Beide zaken hebben volgens de politie niets met elkaar te maken. De Vierdaagse. Het zit er weer op, maar na vier dagen wandelen en een week lang feesten ligt de binnenstad van Nijmegen bezaaid met afval. De vuilnismannen van de DAR moesten maar liefst 400.000 kilo afval opruimen. Tussen de 50 en 70 man zijn er elke dag aan het werk om deze klus te klaren. We beginnen tussen 5 en 6 ochtends. Voor ons is de Vierdaagse niet 4 dagen, maar een week lang wikkelen. Zou jij even terug kunnen rijden, Keizer-Karenplein, en eventueel de Nassau-singel even pakken? Het is een uitdaging hoor, zelfs voor Jan Segers, die tijdens de Vierdaagse de vuilnisophaalploegen aanstuurt. Het is een bijzondere klus waar de meeste medewerkers van ons ieder jaar naar uitkijken. De uitdaging in ons werk. Wij ruimen vuil op en hoe meer, hoe liever. Het is tenslotte onze boterham. We lossen het wel op, maar het is even lastig. Om snel al het afval te kunnen verwijderen uit de binnenstad, zijn er in de loop der jaren de nodige slimme methodes bedacht. Mensen kunnen hier kauwgom op plakken en dit wordt dan apart ingezameld en dan worden weer slippers van gemaakt. Slippers? Slippers, inderdaad. Ja. Er staat nog een container waar mensen spijkerbroeken in kunnen doen, waar dan weer nieuw garen voor spijkerbroeken voor wat wordt gemaakt. Ja, want de organisatie van de Vierdaagse Feesten wil het festival verduurzamen door afval beter te scheiden, meer te recyclen en te verminderen. Dit jaar zijn er voor het eerst afvalcoaches ingezet die elke avond afval opruimden als voorbeeld voor de feestvierders. En daar zie je dat het inderdaad werkt, dat mensen er wel positief op reageren en ook mee gaan helpen opruimen.
Nou, dat soort dingen zijn we elk jaar aan het testen. Dus zo proberen we overal weer elk jaar een stapje verder te gaan. De Vierdaagse Feesten hebben meer bezoekers getrokken dan ooit. Dat zegt de stichting Vierdaagse Feesten Nijmegen, die verantwoordelijk is voor het jaarlijkse festijn. Dit jaar trokken de feesten 20.000 bezoekers meer dan vorig jaar. In totaal 1.525.000. Volgens de organisatie komen bezoekers steeds vaker zowel overdag als 's avonds naar de stad. En ook het mooie weer speelde mee. De laatste dag, gisteren, was ook meteen de drukste dag. Toen bezochten 260.000 mensen de Waalstad. De beste jeugdtennissers van de wereld zijn neergestreken in Velp voor de Windmill Cup. Het toernooi staat hoog aangeschreven en heeft in het verleden veel wereldtoppers, zoals onder meer Federer en Nadal, op de baan gebracht. Vandaag was de finale van misschien wel het laatste toernooi. I'm from Bolivia. I'm from India. Uit België. I'm from Hong Kong. Van over de hele wereld komen ze naar Velp, de allerbeste tennisjongens en meisjes. De crème de la crème. Zo deden eerder Sharapova, Federer en Nadal mee aan dit toernooi, de Windmill Cup. Wat we gaan doen is, we komen met de ballenkinderen komen daar uit zometeen. En dit is Dorien Everaars. Zij organiseert al 10 jaar vrijwillig het toernooi. Van de inschrijvingen tot de wedstrijden. En van alle vrijwilligers tot de gastouders voor de internationale jeugd. Alles valt onder haar verantwoordelijkheid. Het is natuurlijk een geweldig groot toernooi, steeds verder uitgebreid. En je bent daar het hele jaar mee bezig met voorbereiden en dingen regelen en alle evenementen eromheen. Ja, dat op een gegeven moment wordt dat gewoon te veel. Maar voor Everaars is de koek nu op en vervanging is er nog niet. En daarom durft de tennisclub in Velp het nog niet aan om het toernooi nog eens te organiseren. Volgend jaar dus mogelijk niet meer in Velp. Jammer, vindt ook Everaars. Omdat Velp het mooiste tennispark van Nederland heeft. Ook de lokale gastouders en de bezoekers vinden het erg jammer. Nou, voor ons is het natuurlijk heel jammer dat wij het gaan missen. Maar je hoort ook van die kinderen dat zij dit toernooi eigenlijk de leukste van het hele Europese toernooi vinden. Ik vind het heel erg jammer, want het is een fantastisch toernooi. Een geweldige organisatie. Dus ik vraag me af, ik hoop althans, dat het hier overgenomen wordt. En misschien, heel misschien. Het liefst houden we het natuurlijk gewoon in Gelderland. En helemaal het liefst hier op deze club. Dus doen ons best voor. Sprankje hoop. Bijen. Ze worden geliefd en dat was te merken ook op de landelijke Open Imkerijdag. Hoe ze op elkaar ingespeeld zijn, dan kunnen we als mens zijn, dan kunnen we daar soms wel eens jaloers op zijn. Een kettingbotsing op de A12 heeft voor een enorme ravage gezorgd. Bij het ongeluk waren 5 auto's, een caravan en een vrachtwagen betrokken. Van de caravan is niets meer over na het ongeluk. Ook auto's raakten zwaar beschadigd. 1 vrouw raakte licht gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Door het ongeluk ontstond een kilometerslange file. De opruimwerkzaamheden duurden nog de hele middag. Verschillende Gelderse pluimveebedrijven zijn door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voorlopig gesloten. Op de bedrijven is mogelijk een verboden bestrijdingsmiddel gebruikt. In totaal heeft de NVWA 7 bedrijven in Nederland stilgelegd. In de eieren van 4 van de bedrijven is het bestrijdingsmiddel aangetroffen. Al deze eieren zijn uit de handel genomen. Hoeveel Gelderse bedrijven precies betrokken zijn, is nog niet duidelijk. Volgens de NVWA is er geen direct gevaar voor de volksgezondheid. Wielrenster Annemiek van Vleuten uit Wageningen heeft La Course gewonnen. De vrouwenwedstrijd die wordt verreden tijdens de Tour de France. La Course bestaat uit 2 delen. De eerste wedstrijd, een bergetappe, werd donderdag al gewonnen door Van Vleuten. In het tweede deel, een achtervolgingskoers, lukte het de andere wielrensters vandaag niet meer om de Wageningse bij te halen. Bij kinderparadijs Malkenschoten in Apeldoorn moeten de meeste wilde dieren weg. De kinderboerderij zegt daartoe gedwongen te zijn door nieuwe regels. Vanaf 1 september mogen op de kinderboerderij niet meer dan 10 wilde diersoorten verblijven, tenzij er een dierentuinvergunning is. Maar het is kinderparadijs Malkenschoten niet gelukt die op tijd te krijgen. En daarom moeten er 37 wilde diersoorten weg. Onder meer kikkers en vogels worden naar boerderijen in de regio gebracht. Of ze ooit terugkomen, is nog onbekend. Met de gratis app van Omroep Gelderland bent u altijd snel op de hoogte van wat er bij u in de buurt gebeurt. Download hem nu. Honingproeven, waskaarsen maken of een leuke selfie in imkerspak. Het was vandaag allemaal mogelijk op de Bijendag in Ermelo. De dag werd goed bezocht.
Ik denk dat heel veel mensen er niet bij stilstaan hoe belangrijk insecten voor deze wereld zijn. De bij is gewoon heel erg belangrijk, ook voor ons als mens. Als er geen bestuiving is, is er ook geen eten, bij wijze van spreken. En daarom organiseert de bijenvereniging Ermelo samen met de stichting Schapendrift vandaag een bijendag bij de plaatselijke schaapskooi. De bezoekers kunnen er van alles leren over bijen. Dit is een babytje dat is net uitgelopen. Kom. En die andere, dat zijn verzorgsters, werksters. Het fascinerende is het collectief. Het bijenvolk is een geheel en er is geen één bij die denkt van ik doe vandaag eens even niks, ik ga eens even een rustdag nemen. Dat zit er gewoon niet in. Iedere bij heeft zijn eigen taak. Die bij doet alles voor dat volk, voor het voortbestaan van het volk. Ja, dat vind ik vreselijk fascinerend. Ik denk dat ik wel van een bij kan houden, ja. Ik ben wel verwonderd hoe fascinerend het werkt, het collectief. Hoe ze op elkaar ingespeeld zijn. Dan kunnen we, als mens zijn, dan kunnen we daar soms wel eens jaloers op zijn. Klimmen, klauteren en lekker kliederen met modder. Eibergse kinderen hebben de afgelopen dagen genoten van de eendaagse speelplek bij het Openluchttheater. De plek voor één dag zorgde voor zoveel plezier dat het Openluchttheater en de gemeente Berkelland nu besloten om de speelplek nog wat langer open te houden. De eisen voor een speelplek voor één dag zijn toch net iets anders dan die voor een speeltuin die langer open blijft. Ik heb een aantal veiligheidspunten opgelost. De TUF is hier geweest om te kijken of deze plek tijdelijk veilig is. En er waren een aantal dingetjes die we moesten aanpassen en daar ben ik mee begonnen. Als het laatste beschermkapje erop zit, is de plek helemaal veilig. Ondertussen kunnen de kinderen niet wachten. Gaat hij lopen? Daar gaat hij. We kregen zoveel enthousiaste reacties van ouders en van kinderen. Dat we dachten, ja jongens, we moeten ervoor gaan dat het iets langer open kan blijven. En dat is niet gelukt. Eén ding is toch wel favoriet. Water leuk. Water leuk. Water. En waarom is dat leuk? Gewoon. Om te zwemmen. Omdat je dan met water kan spelen. Echt superleuk. Tot de herfstvakantie blijft de speeltuin in ieder geval open. En wie weet, nog wel wat langer. Ja, het ligt natuurlijk prachtig mooi. Precies naast de speelplek heb je ook nog het Berkelhaventje. Dus heel veel toeristen stappen in en uit het bootje daar. Nou, ons openluchttheater ligt er vlakbij. Wij kunnen natuurlijk ook een oogje in het zeil houden. En wat schoonmaakwerkzaamheden verrichten. Dus ja, wat ons betreft is dit wel een hele leuke plek om nog heel lang plezier van te hebben. Nou, dat is toch heerlijk voor die kids. Ja, wat ook fijn was, was het mooie zomerweer vandaag. En wat het weer verder gaat doen, dat horen we van Britta van Gent. Ja, het was vandaag vrij rustig zomerweer. We hadden relatief hoge luchtdruk boven onze omgeving. En dat resulteerde toch in aardig wat zonneschijn en overwegend droge condities. En op veel plekken kwam de temperatuur zelfs nog boven 25 graden uit, ofwel zomerse waarde. Wel nam in de loop van de dag langzaamaan de bewolking een beetje toe. Dat was op nadering van een storing vanuit het zuidwesten. Deze schuift steeds meer onze kant op. Hier zien we hem aankomen. En dat maakt dat de opklaringen toch steeds meer plaats gaan maken voor wolkenvelden. En uiteindelijk toch ook wel een aantal buien. Nou, hier zien we die storing ook heel duidelijk liggen. En deze schuift dus langzaamaan wat meer noordoostwaarts. Nou, vanavond en vannacht verspreid over de provincie dan een paar buien. Een enkele kan best wel even pittig uitpakken. Misschien met veel regen in korte tijd. En plaatselijk ook nog wat onweer. En daarbij temperaturen tussen 13 en 15 graden. En ook morgen blijft een aantal buien vallen. Maar deze zijn dan wel iets minder actief. Dus qua onweer zal het allemaal wel meevallen. Misschien plaatselijk een klap morgen. Tussen de buien door echter ook droge perioden. Ook af en toe wel wat ruimte voor zonneschijn. Maar wel voelbaar lagere temperaturen. Aan de achterzijde van die buien zit namelijk koelere lucht en daarmee wordt het morgen slechts 19 à 20 graden. Ja, voorlopig blijven we dan een beetje in datzelfde weertype hangen met eigenlijk iedere dag toch wel een paar buien. Af en toe toch ook wel wat ruimte voor zon, zo tussen de buien door. En toch vrij lage temperaturen voor de tijd van het jaar, want de komende tijd zitten we toch steeds ruimschoots onder normaal voor de tijd van het jaar met slechts 18 tot 20 graden. Dit was het Gelders Nieuws. Meer nieuws kunt u vinden op onze site gld.nl en natuurlijk op onze app. Zo dadelijk dan kunt u nagenieten van de Vierdaagse met een compilatie van het Vierdaagse Journaal. Ik wens u nog een fijne avond.